Goedemiddag iedereen. Na. Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy. Oké. Dus ja, nieuwe dag, nieuwe video. Wat heb ik gedaan? Op een gegeven moment was er iemand die mij van mijn werk, die mij getagd had op Facebook van een groep, dat noemt Gift. Ik had er nog nooit van gehoord. En Gift zijn eigenlijk mensen die iets hebben, bijvoorbeeld van meubels of gelijk wat, spullen, dat ze niet meer moeten nemen en dat ze gratis op die groep zetten, Gift. En de mensen komen erom en dat waren allemaal dvd's. Dan die mensen weggaven. Ik had er al op gereageerd, maar ik was te laat. En dan dacht ik van, moest ik nu een keer zelf op Gift gewoon een post zetten van, kijk, als er mensen zijn die gratis dvd's weggeven of zo, mogen mij altijd contacteren, ik ben een verzamelaar, bla bla bla. En ja, uiteraard waren er dus, was er iemand die mij gecontacteerd heeft. Die zei van, kijk, ik heb hier een aantal dvd's, een paar blu-rays, je mag ze gewoon gratis komen halen. Dat was in Woesten, was dat. Het was een half uur rijden, maar geen probleem, we zijn erom geweest. Ik denk dat het een 20-tal titels zijn. Voilà, dus we gaan ze een keer tonen, volledig gratis gekregen, dus nog een keer dankjewel. Ja, we gaan beginnen bij het begin, hè, gelijk altijd. We gaan beginnen bij de dvd's. De eerste ben ik super blij dat ik hem gevonden heb, omdat ik de eerste vier heb en er zijn er van de vroegere zijn er een stuk of vijf, ja. Er zijn er vijf in totaal. Er zijn er weer al nieuwe gemaakt, maar van de oude zijn er vijf. En de dien is The Redemption, maar eigenlijk is dat dus Kickboxer 5. Dus ik ben super blij dat ik die gevonden heb met Mark Dacascos. Ik weet dat ik dat vroeger nog gezien heb. En ja, ik ben heel blij dat ik hem gevonden heb. Volledig gratis. Dan de volgende ken ik niet. Ik heb wel gezien dat men een bekende acteur is die meegedaan heeft met Game of Thrones. Maar maakt niet uit. Het is een horrorfilm. En dat is Wake Wood. Dus nog nooit van gehoord. Wel ambetant, er bij vele andere stickers aan. Ik vind dat super ambetant voor af te pakken. Maar ja, het is wat het is. Bij sommigen krijg ik ze eraf, bij sommigen niet. Ja, het is wat het is. Anders, als je een keer een tip hebt voor mij, voor hoe dat je gemakkelijkst van al, zonder veel gedoe, stickers van dvd's kunt krijgen, laat het mij een keer weten in de comments, alstublieft. Dus dat is de film Wake Wood. Ik weet niet of dat een goede film is, ja of nee. Laat het een keer weten in de comments. Ik weet het niet. Dan de volgende film is super lang geleden dat ik hem gezien heb, maar ik had hem nog niet. Is ook van Jerry Bruckheimer. Oh ja, oké. Okay. Is van Jerry Bruckheimer, denk ik. Ja, dat is Bad Company met Anthony Hopkins en Chris Rock. Okay, dat is super lang geleden dat ik hem gezien heb. Ik weet er zelfs niks meer van, ik weet zelfs niet over wat het gaat, maar toch blij dat ik hem in de collectie heb. Voilà. Dan de volgende film is met Vin Diesel en dat is Triple X. Die heb ik vroeger nog gezien. Ik denk dat ik hem nog gezien heb in de cinema, maar ik ben het niet zeker. Maar ik heb hem al sinds nog gezien op DVD of op Blu-ray, ik weet het niet meer. Maar kijk, blij dat ik hem in de collectie heb. Volledig gratis, Triple X. Dan de volgende film, dat is gewoon een mega goeie, voor mij persoonlijk klassieke film. Dus iedereen kent waarschijnlijk wel die film The Rock. Supergoeie actiefilm. Die scène in die douche. Dan al die Navy Seals neergeschoten worden. En al, het is gewoon echt de max van een film. Met Sean Connery, met Nicolas Cage en met Ed Harris. Supergoeie film. Zeker een aanrader. Hein? The Rock. Dan, volgende film is een Vlaamse film. Dat is The Broken Circle Breakdown. Die heb ik een gezien. Al, maar het is al ook super lang geleden. Ik weet wel over wat het gaat, maar ik denk dat het over een kindje is die heel ziek is of zoiets. En ze moeten geld inzamelen of zo. Ik weet niet meer hoe dat juist is, maar alles is wel een schone film. Trouwens, wat er super tof is, is... Allee, hoe toevallig kan het zijn, maar van al de films dat ze mij gegeven heeft, is er maar één dat ik heb. En ene dat ik
zelf niet moet hebben. Allee, dus één die erbij is, maar dat ik niet moet hebben, omdat ik hem al een keer gezien heb en ik persoonlijk vond het geen goede film. Maar er is maar één dat ik dubbel heb. Dus al de rest heb ik gewoon niet. Dus dat is gewoon echt de max. Goed, volgende film is met Mark Wahlberg. Dat is Shooter. Heb ik ook nog niet. Ook een supergoeie actiefilm. Dan de volgende film. Ken ik niet. Is met Dolph Lundgren. Dat is Detention. Ik heb wel een keer de achterkant gelezen. En allez, het sprak mij wel aan. Maar ja, dat zal waarschijnlijk niet echt een hele goede film zijn. Maar toch zal ik hem een keer bekijken. Voilà. Dan de volgende film is met Michael Fassbender. Dat is Centurion. Heb ik wel al een keer gezien, maar ik weet totaal niet meer waarover dat gaat. Dat is al super lang geleden. Maar wel blij dat ik hem in de collectie heb. Dan de volgende film is met Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez en LL Cool J. Dat is SWAT. Die heb ik al een paar keer gezien. Vond dat wel een hele goede film. Dan de volgende is met Steven Seagal en DMX. Dat is Exit Wounds. Dat nog de laatste goede film was van Steven Seagal, denk ik. Voilà. Dan volgende film is een nieuwere. Heb ik zelf nog niet gezien. Ik weet totaal niet over wat het gaat. Ik weet zelfs niet of dat dan een film gaat zijn dat ik graag ga zien. Maar maakt niet uit. Het is Last Night in Soho. Solo? Soho? Wat is dat hier? Ah, Soho. Voilà. Dus laat me een keer weten, mensen, of dat een goede film is of niet. Ik weet het totaal niet. Dus laat het een keer weten. Dan de volgende film had ik nog niet. Het is wel een film dat ik al 1000 keer zien liggen heb op de rommelmarkt. En dat is 1408. Heb ik zelf nog niet gezien. Ja, ik weet niet, het sprak mij like, niet zo aan. Maar ja, het is misschien wel een goede film. Ik ken hem niet. Allee, ik ken hem wel, maar ik heb hem nog niet gezien. Dus het is wel met John Cusack en Samuel L. Jackson. Dus ik ben nu wel een keer benieuwd voor hem te zien. Een horrorfilm trouwens. Dan de volgende film is met Tommy Lee Jones en Samuel L. Jackson. Dat is Rules of Engagement. Dat zijn nu een keer films dat ik graag zie. Zo van die American Army, politiek, corrupt. Weet ik veel allemaal zo. En dat is echt een hele goede film. Rules of Engagement. Voilà. Dan de volgende film is echt een martial arts film. Heb ik ook nog niet gezien. Is. Noem nu weer. Met Tony Jaa. Tony Jaa of Jaa, ik weet het niet. Dat is Ong Bak. Voilà. Dat is Muay Thai Warrior. Ong Bak. Heb ik nog niet gezien. Voilà. Dan de volgende is ook een recente. Is met Zac Efron. Ik weet ook niet of dat een goeie is. Dat is Firestarter. Dat is ook een remake. Ik denk de eerste dat met. Goh, hoe noemt ze weer dat meisje? Drew Barrymore is. De eerste is met Drew Barrymore. De eerste, de originele is met Drew Barrymore, dacht ik. Maar ben niet zeker. Dus Firestarter, laat me weten of dat een goeie is, ja of nee. Voilà. Dan de volgende film. Het is ook al lang, super lang geleden dat ik hem gezien heb. Dat is met Michael Keaton en Andy Garcia. Dat is Desperate Measures. Ook blij dat ik hem gevonden heb. Dan de volgende film is met John Cena. Volgens mij was dat zijn eerste film dat hij meedeed. Of dat hij toch de hoofdrol had. Dat was 12 Rounds. Ik heb de tweede. Heb ik ook nog niet, had ik ook nog niet gezien. Maar er bestaan wel verschillende. Dus ik weet niet. Laat me een keer weten. Anders. Laat me een keer weten of hoeveel dan er juist bestaan, want ik weet het eigenlijk niet. Maar dat is alles dus de eerste. Dan, de volgende film is met Nicolas Cage, John Cusack en John Malkovich. Supergoeie film, dat is Con Air. Voilà, die had ik ook nog niet in mijn collectie. Voilà, en dan de volgende, doen er ook veel bekende, Matt Dillon, Jean Reno. Jean Reno, Laurence Fishburne, Skeet Ulrich en Columbus Short. Dat is Armored. Armored. Die naam heb ik wel al een keer gezien, maar het is ook al super lang geleden. Ik denk dat het ook met
Het gaat over heldtransport en slechte man die erin wou, weet ik veel. Ook al is het een actiefilm. Maar ik herinner mij wel dat dat geen slechte film was. En dan gaan we dus over naar de Blu-rays. Ik had twee Blu-rays gekregen. De eerste heb ik zelf al. Dat is Avatar. De eerste. Dus binnenkort komt een tweede uit. Ik kijk er volledig naar uit, want ik heb hem niet gezien in de cinema, die een tweede. En ik denk dat hij binnenkort op Disney Plus komt. Maar ik wil hem sowieso in fysieke media. Dus dat is Avatar. Voilà. En dan de volgende heb ik wel al gezien, maar ik vond het echt geen goede film, daarom dat ik hem niet wil houden. Is wel met een mega schone slipcover en dat is Birds of Prey. Emancipation of One, Harley Quinn. Maar dat was echt geen goede film. Dat was eigenlijk echt super slecht zelfs. Hey, vond ik. Laat ik je weten of dat Hulde dan een goede film vond, maar ik vond dat echt geen goede. Voilà, dus dat waren al de films dat ik gekregen heb van die madame. Dus nog een keer vrijwel bedankt. Moest je ooit die video zien. Ja, het was volledig gratis. Ik heb echt geluk gehad dat er iemand gereageerd had op mijn post op Gift Roeselare. Dus ja, voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal. Deel deze video met al uw vrienden. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Wanneer dat gaat zijn, weet ik veel. We gaan het wel zien, hè. Allee, salutjes, hè. Yo, yo, yo. Salut.